YouTubers. Vandaag een review van Royal Scottish Lavender. Nou, gemaakt in 1856. De neus achter deze geur is de vijfde generatie van de Creed-familie, James Henry Creed. Nou, dit parfum kan je vergelijken met, ja, misschien klinkt het wat afgezaagd, maar het doet me denken aan een eau de cologne. Je kent het wel, de ouderwetse eau de cologne die je vroeger bij je oma thuis wel eens geroken hebt. En toch is dit een prachtige geur. Deze geur is een geur die geïnspireerd is op een oud kasteel in Schotland, Balmoral Castle. En het heeft te maken met de Britse koninklijke familie die daar eigenaar van is. Nou, het is een geur voor British lords en ladies. Een geur die doet denken aan alles wat mooi is wat uit Engeland komt. Denk maar aan Engelse oude sportauto's. Denk maar aan een high tea. Denk maar aan schitterende Engelse kastelen. Aan Wimbledon. Deze geur is een geur voor chique dames en heren die geen fancy, bijzondere, ja, moderne geur willen, maar gewoon een veilige, mooie en toch frisse, ouderwetse mooie geur. De meeste mensen vinden hem gewoon prettig. Het is een geur die opent met bergamo en citrus, die overgaat in lavendel en tenslotte eindigt in een zoete vanille met kruiden en sandalwood. Nou, het zijn de meest veilige geuren. Altijd goed. Nou, en dat is die ook.